Want, wij zijn hier van de televisie en we willen graag even wat meer weten van u. Wat doet u zoal hier? Ja, ik spreek niet goed Nederlands. On doit parler français, comme vous voulez. Oh, français niet. Duits? Duits, ook geen probleem. Nederlands en Engels. Oké, dan willen we alles unterschreiben, was sie alles sagen. Wat is alles sag? Hey, Sie sind jetzt hier, zum wievielste Mal? Ach, dat weet ik niet. Ik denk het 12e jaar. Ik was, dat eerste jaar was ik op de oude plaats bij B.B. King. Dat was het eerste Moulin Blues. En deze jaar alle jaren. Natuurlijk. En dit jaar was had in een onheimelijk entzückt. Big Blind. Remember the name, Big Blind. Ja, zijn jonge mensen en dat is goed. Dat de jonge mensen spelen de blues en die spelen de verdampt goed. Prima. Ja. Prima. Dan bedankt meer. Ja. Bis zum nächsten Jahr. Ja, natuurlijk. Oké, okay. Tschüss. Dus tot zover dit Duitse interview met onze Belgische man. De fotograaf die je regelmatig op festivals ziet. En hij is Duitsstalig. Vandaar dat we het even in thuis hebben gedaan. Ik hoop dat het allemaal een beetje verstaanbaar was. Mijn Duits was niet zo belangrijk. Meer zijn commentaren daarover. Is dat de dochter van haar? Nee, dat is niet mijn dochter. Maar je doet wel goed les van haar. Kijk eens, wie goed. Ja, zeker. Maar jong geleerd is oud gedaan, hè? En het is een hele lieve dame die heel goed loestert. En ze kennen ook heel goed als wij wat zeggen, dan doet ze het heel goed loesteren. Dus dan doet ze het ook heel goed uitvoeren. Ik zou binnen zeggen, ik kreeg al doos als je het zien zo. Ja, maar dat is ze. Ja, maar dat is ze puur alleen omdat ze nu op de camera gericht is. Hè. Dat de camera op haar gericht is. Maar gelukkig weet je nog niet wat sterke drank is, dus dat doen we ook niet. Oké, dankjewel. Bert Vossen kunnen we tegenwoordig niet meer aanspreken van hallo Bert Vossen. Het is tegenwoordig de ridder Bert Vossen. Bert Vossen is daar geridderd onlangs. De belangrijkste vraag die ons allemaal bezighoudt is, waar staat het paard? Het paard staat buiten. Het paard staat buiten, van Sinterklaas. Officiële overhandiging, hier. Oké, hier de officiële overhandiging. Ah ja, dankjewel. Ik heb geen idee waar het over gaat, maar dit is heel officieel. Nogmaals, proficiat met deze riddering, voor de mensen die het nog niet wisten. Het is echt, het is niet nep. De vrouw die is wel handig om dit allemaal in elkaar te zetten, maar het is echt helemaal van Bea. Wij noemen haar koningin Beatrix. Ontvangen, geweldig. Ja, dankjewel. We gaan verder met ons interview. Ik ben momenteel even ingehuurd. We hebben Duitsstalig gehad een beetje. We hebben Neerstalig, Limburgstalig. Maar ja, dit is even sluikreclame. Heel goede artiest. Een man die zijn muziek laat spreken, zoals u ziet. Ja, zelf heeft hij niks op te merken. Nou, eens even kijken hoe u nog meer aan het woord kunnen laten. Jos, ja, kom ook bekend voor. Jos, 25 jaar opbouwwerken. Ik probeer het even in het Nederlands te doen, want dat hebben we nog niet gehad. Lukt dat? Ik doe het ook proberen in het Nederlands, anders moeten we het allemaal ondertitelen. Ja. Enfin, Jos, 25 jaar Moulin Blues. Vanaf de eerste dag was je erbij. Ja, schitterend. En hoe ging dat? Ja, het begin veel sauer en nu is het minder. Nu is het een beetje de techniek en alles is veel beter. Betekent dat dat er nu meer mensen voor jou werken? Wie? Zijn er nu meer mensen die voor jou werken? Ja, we laten al een beetje minder, we worden allemaal een beetje ouder. Ik ga eigenlijk stoppen volgend jaar, maar zaterdag zijn we weer begonnen met het podium. En ik heb gezegd, we gaan toch weer verder. Was dit jaar toch wel een hele moeilijke omstandigheden, hè? Met het podium opbouwen, veel regen en... Ja, maar dat is allemaal in de tent, hè? Ja, dat podium, maar die tent opbouwen, wie doet dat dan? Dat is Pellemans of ik weet niet wie... Ja, dat wordt gedaan. Ja, wij zijn de podiummensen en daar gaan we voor. En, dat moet de klasse uitzien, hè? Dan de bekende vraag natuurlijk, in hoeverre heb je zoiets van... Dit festival slaagt alleen wanneer ik een geweldig optreden heb van .... Wie is jouw favoriet van dit jaar? Nou, ik laat me gewoon verrassen. Ik vind het allemaal te gek. Ja. Alle blues is te gek. Nou, met deze mening kan ik kan me helemaal vinden, want het is weer al de ambiance. Ik denk ook dat veel mensen hierheen komen, niet puur voor één artiest, maar het is gewoon de ambiance. Men koopt naar Moulin Blues, omdat daar gewoon ambiance is en prachtige kampeergelegenheid. Dus ik moet zeggen, het was trouwens heel goed geregeld, toiletten heel netjes, mooie douches, warme douches, eieren met spek zelfs. Een te gek trainen.
Dat bedoel ik maar. En met andere woorden gezegd, we gaan nog hoeveel jaar door? Ik hoop dat er nog 50 bij kunnen doen. Nou, dat is een prachtig afsluiten. Nee, maar dat zien we wel. Oké, dankjewel voor dit interview. Yo, bedankt. Hey, what's your contribution? Wat doe je hier allemaal? Ja, ik zorg dat het bier opraakt. En ja, het is een fantastisch festival en ja, wij leveren graag ons steentje, niet waar? U heeft een mooi geel bandje. Hoe komen we aan zo'n bandje? Well, ik heb met de fantastische... Moment. Ik heb met de fantastische band Rusty Roots mogen spelen op het prefeest van Moulin Blues. Een aantal weken of maanden geleden. Een tijdje geleden. En vandaar kom ik aan dat mooie bandje. Oké, en wat is dit jaar jouw grote favoriet? Mijn grote favoriet dit jaar is vanavond. Johnny Maestro en Mama's Boys. Ja, absoluut. Hij was gisteravond hier al aanwezig, zoals je hebt kunnen zien. Ja, ik ben met die gasten op stap geweest eergisteravond in Antwerpen. Maar ik heb gisteren gespeeld, dus ik kon hier zelf niet zijn. Ja. Maar vanavond ga ik er wel ruimschoots inhalen. En bezig met dus. Natuurlijk dan een hele intieme vraag. Heeft Johnny een speciaal merk van bier waar hij echt helemaal plat voor gaat? Van bier? Of wat drinkt hij? Ha, ik ben wel eens dronk die Jack. Maar dat was niet zijn favoriet. Nee. Ik denk gewoon een biertje is wel oké, volgens mij. Want Amerikanen en bier. Maar sowieso tussen ons gezegd en gezwegen Hollanders en bier. Jongens, ik heb jullie ontzettend graag. Ik vind dat jullie een Michelinster verdienen voor de kroketten uit de muur. Absoluut. Maar bier, echt waar, serieus. Ik organiseer een masterclass bier voor Hollanders in België, echt waar. Er is iemand achter u die wil ook een beetje aandacht. Kun je hem even voorstellen? Ja, dat is onze Jack Russell van de band, dames en heren. Een mannetje zie ik. Ja, het is een mannetje. Hij komt eigenlijk uit de Zweedse porno. En hij is ermee gestopt omdat hij de actrices niet verstond. Hij heeft het heel slecht met actrices. Het is een braaf jongen, maar hij moet even wat eten dadelijk. Dan wordt het erger. Veel. Oké, dan laten we hierbij. Dankjewel voor dit interview. Heeft heel graag gedaan. Nou, u ziet het, hier is van alles te doen. België, Zweden, alles komt ter sprake. Dus even kijken of we hier nog mensen tegenkomen die nog even vragen mogen stellen. Of moeten we het hierbij laten? Ik denk dat we het hierbij mogen laten. Mijn naam is Koos van Riet. Normaal gesproken ben ik bereikbaar op LOS Radio met het programma Blues Time. Fijn om eens een keer dit als gastpresentator te mogen doen. Tot zover deze uitzending. Bedankt.